Chinese meuk is zeker leuk. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het weer hebben over de serie Chinese meuk is misschien af en toe best wel leuk. En de reden waarom ik af en toe dit soort video's maak, omdat we best wel interessante producten in China kunnen kopen. Voornamelijk, in mijn geval, AliExpress. En in deze video wil ik het hebben over deze neppe PlayStation 4 controller. En de reden waarom ik denk, nou ook in 2021, de PlayStation 5 is uit. En wat waarschijnlijk gaat gebeuren, dat originele controllers in de loop der jaren allemaal verdwijnen uit de winkel. In ieder geval deze die we kennen. Dit is namelijk ook met de PlayStation 3 gebeurt. En ja, het is gewoon heel vervelend als je nog een PlayStation 4 hebt. Je speelt er regelmatig mee. Je controller is kapot of versleten. En helaas kunnen we geen andere meer kopen. Ik moet wel even bijvermelden dat dit is net iets andere. En daar bedoel ik mee te zeggen, niet dat, ja, het is een nepper, sowieso. Maar hij is een, ja, hij is niet draadloos. Dus dat is dan wel een groot verschil. Maar laten we het in ieder geval hebben over de kwaliteit en hoe voelt hij in principe aan. Het eerste verschil wat we gaan krijgen natuurlijk, als je aan de onderkant kijkt, degene met een kabel, die heeft voor mij dan ook geen headphone ingang. Het is een beetje jammer, dus als je nou bijvoorbeeld je headsetje veel gebruikt, bij deze variant is dat dus helaas niet mogelijk. Misschien zijn er versies met een kabel die dat dan wel hebben, maar zover ik weet, de mijne hebben dat allemaal niet. Dus dat is dan wel even iets wat ik mee moet geven met jullie. Want bestel je nou een nepper, ja, en je gebruikt een headset, heb je toch wel een probleem. Oké, dus het gewicht is nog net iets anders. Deze weegt wat minder. En het heeft gewoon te maken, waarschijnlijk ook het plastic wat ze gebruiken zal misschien wat dunner zijn. Maar voornamelijk is het natuurlijk het grootste verschil. Deze heeft geen ingebouwde accu. Dus laten we voor de grap eens eventjes een weegschaaltje bijpakken. En dan even de gewichten van beide controllers checken. Laten we eerst even de nepper gaan wegen. De nepper weegt 181 gram. En wat weegt dan uiteindelijk de originele? En de originele weegt 218 gram. En nogmaals, ik denk dat het grootste verschil natuurlijk de accu is. Die zit er niet in bij de nepper, want deze is natuurlijk gewoon met kabel. Heel vreemd, want de kabel moet je er wel los aan prikken. Dat is dan wel een beetje een raar verhaal met ja, deze varianten van China. En in de toekomst zal ik wel eens een draadloze versie pakken. Oké, nou, maar in ieder geval een ander groot verschil is hoe die uiteindelijk aanvoelt. Niet de shell, oftewel de behuizing. De behuizing, kijk natuurlijk, deze is dan zwart met blauw. Deze is twee keer blauw, dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. Het gaat voornamelijk om het gevoel. Het gevoel van de joystickjes. Nou, om te beginnen pakken we even de joystickjes erbij. En deze gaat net iets straffer. Dit is de originele. Je hoort ook met het klikken. De klik is ook iets anders. En ik voel ook gewoon dat de knoppen veel meer speling hebben. Veel goedkoper aanvoelen. De ligging van de toetsen is vrijwel hetzelfde. Hier hoor je dan deze bij de nepper me echt gigantisch klikken. Dus daar krijg je dan ook het verschil. De D-pad, zoals we dat mooi noemen. Deze voelt ook wat minder straf aan. Dus daar heb je dan ook weer een verschil bij. Heel goed verschil. Kan je hier horen. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de verschillen met de nepcontroller die ik hier heb en de echte. Het algemene, ja, laten we het zo stellen, het algemene gevoel is gewoon wat anders. Maar dan de vraag, hoe gaat die spelen? Maar laten we het eens hebben over de D-pad, zoals we het mooi noemen. Nou, het eerste verschil merk ik gewoon al met de D-pad zelf. Dit is dan de originele controller, kunnen we natuurlijk zien hier mooi in het logootje. Oké, okay, laten we in ieder geval nou deze nepcontroller proberen. En oh man, je merkt het echt gewoon met de D-pad meteen gewoon, dat het gewoon heel anders reageert. En het is meer een gevoelskwestie, want ja, het indrukken gaat anders, maar je ziet hij reageert gewoon prima op het beeld. Nou, laten we eens even een potje gamen, laten we eens even een potje racen. Dan gaan we de analog stickers uitproberen, want ik ben benieuwd hoe speelt hij dan met Wipeout. Oké, zo, de eerste gedeelte gaan we natuurlijk eerst even met de originele controller spelen. De reden waarom ik eigenlijk Wipeout kies, ik zal jullie zeggen, ik ben geen shooter fan op consoles. Maar ik denk dat dit wel een van de betere games zijn. Simpelweg omdat het natuurlijk heel erg nauwkeurig moet zijn met de analog stick. Voor de rest voelt het eigenlijk gewoon natuurlijk perfect aan, want het is een originele controller. Oh, oké. Okay. Dat kurkentrekken, dat ziet er nogal raar uit op het beeld. Maar laten we eens eventjes een stukje spelen om even het gevoel te krijgen van deze controller. Oké, maar laten we nu eens even wisselen naar de andere controller. Om te kijken hoe die reageert. Oké, nou, het is wat me dus opvalt dat de X-knop heel anders aanvoelt. Maar op zich qua reactietijd voor de analog stick en de manier hoe die speelt,
Ik merk aan dat betreft niet zo'n verschil. Deze functie registreert hij gewoon prima. Kijk, dus dat bedoel ik dan weer net. Kijk, ik denk als je echt een hoog niveau een shooter speelt, dan zal je wel zeker een verschil merken. Ik heb al vaak met mensen die dan uiteindelijk map controllers kochten, merkte hij gewoon echt een verschil. Ja, zoals ik al zeg, de X merk ik gewoon dat hij heel anders speelt, want die moet je ook wel dieper indrukken. Dus dat opzicht, ja, het speelt wat minder fijn. Dat is dan het enige wat ik eigenlijk kan zeggen als ik Wipeout speel. Maar joystickje? Nee, ik merk daar voor de rest niet veel verschil in. En ook hetzelfde voor de trillfunctie, die is ook gewoon bij deze nepper aanwezig. En voelt gewoon prima aan. Oké, laten we eventjes een stukje van deze game spelen. En de reden eigenlijk voornamelijk is om de joystick te testen. Vooral de 360 graden, hoe het hierop reageert. Wat ik in mijn vorige game al vertelde, is dat namelijk deze toetsen, het kruisje, vierkantje, rondje en driehoekje, die spelen inderdaad wat anders. Op zich vind ik het niet vervelend ofzo. Maar ik merk wel gewoon dat de joystick gewoon voor de rest prima reageert hierop. De trillfunctie doet wel persoonlijk een beetje raar, want ik hoor hem heel zachtjes trillen, maar ik voel hem niet. Dus de trillfunctie werkt op dat betreft in het algemeen wel goed, maar anders als de originele. Laten we ze trouwens even overschakelen naar de originele vanuit dit stuk. Kijk, dit is dan weer een heel leuk voorbeeld. Met Wipeout merkte ik vrijwel geen verschil. Kijk, de joystick. Nou, dat maakt niet uit. Maar als ik namelijk naar deze personage ga, het kleine trillen wat je bijvoorbeeld voelt bij deze controller origineel, voel je echt niet goed bij de nepper. Dus daar hebben we dan ook echt wel een verschil tussen de twee trillfuncties van de nep en de echte. Was wel even een leuke vergelijking, als je het aan mij vraagt. Zo, nou, dit zijn dan de verschillen tussen de nepcontroller en de echte. Ja, voor de rest, hij speelt gewoon echt anders. Om te beginnen, de knoppen, de D-pad. De analogstick vond ik op zich niet echt schrikbaar een verschil. Dus al uiteindelijk de mensen die heel veel gamen zullen dat wel merken. Vooral met shooter is heel belangrijk natuurlijk. Daar moet je altijd rekening mee houden. Ik blijf erbij, een originele speelt gewoon perfect. En de nepper zal altijd enigszins verschil zijn. En dat zie je dus bij deze video echt wel. Voornamelijk als ik dan ook de trillfunctie heb, dat vond ik ook verrassend. De originele, als armen naar beneden kom, ja, dan voel je hem heel zachtjes trillen. En dat effect heb je gewoon niet. Bij de nepper had ik dit gewoon compleet niet. Ik hoorde wel iets van binnen gebeuren. Het leek wel een soort ratelend geluidje. Maar ja, het, weet je, moet je wel eens afvragen. Stel, we zijn dan bij de PlayStation 5 nu uit inmiddels. Deze controllers worden niet meer verkocht. Wat gaan we dan als alternatief krijgen? Is het heel slecht? Zeker niet. Maar in dat geval, er speelt niks zo goed als de originele. Maar laat maar eens weten wat jij ervan vindt. Heb je wel eens een nepper gekocht? Wat is jouw ondervindingen ervan. Ik wil je wel bedanken voor het kijken. Vergeet je zeker niet te abonneren. En dan zie ik jou weer de volgende keer. Druk op het belletje. Want dan zie ik jou de volgende keer, heb ik al gezegd. In ieder geval, ik zie je de volgende keer. Tot de volgende video. Doei doei.